ons eerste bezoekje, wat natuurlijk heel erg moeilijk was als je met lege handen terug naar huis gaat. Een van onze vrienden in Nerga had deze gevonden in de vuilnisbelt, daar was hij gedropt. En we hadden besloten om toch niet met lege handen naar huis te gaan, dus we hebben deze lieve schat Nerga genoemd. En ja, die hoort niet helemaal bij de familie, dus vandaar dat hij ook even mee mocht. Dus is die vraag ook meteen beantwoord. Ik zal even laten kijken dat hij een echte Spanjaard is, want hij heeft ook wel een paspoort. Dus Nerja is het symbool van geluk, liefde en hoop. Ja. Zullen we mama erbij halen? Ja, volgens mij is die daar allemaal op te wachten. Ik ga het er even aan. Ja. Ja, dat is wel fijn. Ja. Nick, wil jij me overnemen? Wat ziet ze er mooi uit, hè? Nou, jullie zullen je misschien allemaal afvragen hoeveel is mijn moeder afgevallen. We hebben het er net even nog netjes gewogen. En mijn moeder is op dit moment slechts 7 kilo lichter dan toen ze vertrok. Dus ze is alweer 5 kilo aangekomen, want ze was 12 kilo lichter. Maar die kilootjes stralen, dat maakt nu allemaal niet meer uit. Dat is wat zeker. Nee, dat is prima. Okay. Zo. Oké. Ja. Zijn er vragen? Ja, hoe zit u hier? Heeft u iets meegekregen van de. Nou, dit allemaal. Ja, wat doet het met u? Nou, ik denk dat wij, voordat we vertrokken, hadden we al de nodige camera's en journalisten over de vloer gehad. Het was natuurlijk ook. Mijn moeder heeft 18 dagen zonder mensen, zonder proeven praten en zonder uiteraard eten, daar gezeten. Dus als je dan eenmaal uit die helikopter stapt met meteen camera's op je gezicht en dan het vliegtuig in of in het ziekenhuis. We hebben mijn moeder de eerste dagen een beetje bespaard met alles te vertellen wat hier in Nederland en verder is gebeurd. We hadden daar op een gegeven moment zelf ook geen idee meer van. We hebben gezegd, laat het maar gewoon allemaal over je heen komen, want je hebt het dik en dubbel verdiend. Dus, ja. Maar voor ons is het ooit geloof in de goede afloop? Ja. Ja, daar was ik zo overtuigd. Dus, Wat mijn moeder ook eerder heeft verteld, ze heeft, haar telefoon deed het niet, hè. Er was geen netwerk, helaas. Maar ze heeft altijd, iedere dag, zowel naar mijn zusje, naar mijn vader en naar mij, een sms gestuurd. Uit haar hoofd, heel knap, en dat hebben we allemaal ontvangen. En daardoor hebben wij altijd geweten dat het goed zou komen, dat we het zouden vinden. En die rust en die hoop, die heeft ons doorheen geholpen. En ook alle hulp van alle mensen om ons heen. Maar die rust heeft mijn moeder ook gehad. Ze zei letterlijk, ik ben helemaal niet bang geweest. Mevrouw Goossens, u was van plan om een wandeling te maken naar een mooi dorpje, 2,5 uur verderop. Wat had u meegenomen die ochtend? Ik vertrok om 10:30 en ik had een zo'n klein tasje met kleine spulletjes. Met kleine spulletjes in en dat was het. Dus ik dacht, ik ben 's middags gewoon weer op het strand. Dus, Had u water bij u? Nee. Nee. Had u ook nog eten meegenomen? Nee. Ik had ontbeten net. Dus, U wist dat u het hoofd ging lijken, of niet? Nee, het is een. Nee, dat beantwoord ik eventjes voor mijn moeder. Het is een wandeling die u allemaal kunt nakijken van 2,5 uur. Je stijgt amper. Op het moment dat je gaat stijgen kun je ook op een makkelijke manier in Frilianen komen. Dat was mijn moeder ook van plan. Ze wilde graag de waterval zien, daar kom je bij uit. En het is 2,5 uur lopen en that's it. Ze was nooit van plan om tot 600 meter hoogte te gaan. Er was geen kaart, maar het was in feite de eerste route was uitgestippeld. En daarna wordt er eigenlijk niks meer aangegeven. En dan kom je ook op dat punt waar de splitsing is, waar ook de nodige foto's zijn gemaakt. En ik zou graag de Spaanse mensen willen vragen om daar misschien een bordje op te hangen. Dat voorkomt de nodige misverstanden. Het is namelijk ook zo dat meerdere mensen die ik daar gesproken heb precies dezelfde vergissing gemaakt. Ja. Het is heel normaal dat het gebeurt. Dus het is geen domme oorzaak geweest. Het is gewoon wat ze daarna gedaan heeft, dat kunnen velen niet nadoen omdat ze heel intelligent gewerkt heeft en op een hele goede manier dat gedaan heeft wat ze had moeten doen om te kunnen overleven. En ze had wel een routebeschrijving bij zich, maar geen kaart. Dus
Ja, Casper van der Kruijf, Hart van Nederland. Wonder van Bergen, vond hij zichzelf ook zo? Nee. Je zei daar straks nog in de auto, nou, ik denk dat iedereen het wel kan. Ja. Maar ik denk dat niet iedereen dat kan. Dus dat, dat is wonderbaar. Ja. Wat ik gedaan heb, 18 dagen. Ja. Het gaat toch vanzelf, ik weet het niet. De knop gaat op een gegeven moment om. Ja. Er zijn vele vragen gesteld, heb je honger gehad? Maar op een gegeven moment, als je dan een veilig plekje hebt gevonden waar je veilig kunt slapen, waar vers drinkwater is, en je weet dat je hier eventjes moet blijven zitten, dan zei je moeder ook, ja, de knop is op een gegeven moment omgegaan. Ik heb me in gedachten, heb ik goed gegeten, goed gedronken. En ja, ik denk dat om jezelf sterk te houden, mentaal gezien, dat een hele goede keuze is geweest. Hoe heeft u zich daar doorheen geslagen, al die tijd, dat hij daar in eentje was? Dat moet heel ongewijs zijn, kan ik me voorstellen. Ja, die tweede en derde dag, dan besef je van, goh, ik heb me echt lelijk in de nesten gewerkt. En toen dacht ik van, oké, nou, wat heb ik nou bij me? Wat kan ik? Ik moet rustig blijven. En ik had zoiets van, oké, ik heb water. Een mens kan heel lang met water leven. Ik was in 3 jaar tijd 10 kilo bijgekomen, dus ik denk, oké, als ik 10 kilo kwijtraak, dat is geen ramp. Dan, ik dacht, nou, 10 kilo, 20 dagen, ik denk, nou, dan ben ik al lang gevonden. Dus zo heb ik gedacht. Ik heb ook gehoord, mevrouw Goossens, dat hij ook hele slimme manieren heeft bedacht daar om zelf warm te houden. Ja, de eerste nacht, overdag was het heel warm. Dus de eerste nacht denk ik van, ja, het zal hier wel meevallen, maar toen was het gewoon ijskoud. Dus de volgende dag ben ik, hoe kan ik me warm maken? En toen zag ik allemaal gras. Ik denk, nou, ik ga mijn gras plukken. En daar heb ik me ingestopt. En, In de kleding? Ja, ja. Heb je ja. Niet veel aan, hè? Nee, ik had een 3/4 broek en een help hemdje. En dan stopte ik mijn arm maar in die mouwen. En dan met gras erin overal. En mijn nek en mijn rug. En de sokken. En de sokken. En, Kunt u iets vertellen over hoe dat toen voelde, die gekke situatie waar u in zat? Wat voelde u daarbij? Dat het zo, dacht u, ik ben slim, ik moet dit maar doen? Werd u er wanhopig? Nou ja, slim. Ik denk, wat dom om hier zo te belanden. U vond u zelf dom? Ja, natuurlijk. Om daar terecht te komen. Ik denk, ja, nou moet ik maar zien te overleven. En dat is gelukt. Ja. Dus, Hans van Brul weer in de televisie. Marjan, wat weet je van alle reacties aan het meeleven hier in je dorp? Mensen zijn heel erg met jullie begaan geweest. Er is een stichting opgericht. Wat is je reactie daarop? Ja, de kinderen vertelden ieder dag een beetje van, goh, nou, er is dit en er is dat. Ik denk, allemaal mensen in mijn huis. Maar ja, oké. En ieder dag vertellen ze een beetje meer, maar ik denk, ik kon het gewoon allemaal niet echt geloven. Dus ik was daar in mijn eigen wereldje een beetje. En, er is een speciale stichting voor jullie opgericht. Ja, ik vind het allemaal heel, ik vind het allemaal zo mooi en ongelooflijk gewoon. Ik kan er niks anders. We moeten onze moeder nog heel veel vertellen, dus dat gaan we allemaal na vandaag rustig doen. Maar dat komt allemaal beetje bij beetje. Volgens mij zijn er nog 2 vragen al. Ja. Wie is nou? Ja. U heeft uiteindelijk 18 dagen uw situatie kunnen overdenken. Dus u heeft daar voldoende de tijd voor gehad. Wat verwijt u zelf nou achteraf het meest? In het begin dacht ik van, dan zit ik hier een beetje hulpeloos te wezen. Hè? Zo van, maar ik kon niet meer vooruit. En terug dacht ik, dat is ook geen optie, want waar kom ik dan terecht? En ik wist dat daar geen water was. Dus ik denk, ik moet maar gewoon blijven zitten en heel veel naar de lucht kijken en luisteren tot ik wat hoor. En ik had een spiegeltje en een fluitje en ik dacht, ik kan roepen. Ja, en ieder dag tussen 11 en 5, tussen 11 en 6, dacht ik van, oké, vandaag kan er. Kan het gebeuren? En om 6 uur, toen het donker was, had ik zoiets van, oké, dan moet ik wel wachten tot morgen, nieuwe kans. En merkte u ooit dat er naar u werd gezocht? Nee, op een gegeven moment had ik eigenlijk het gevoel van, is hier wel iemand naar mij aan het zoeken? Dus dat had ik wel zoiets van, maar toen dacht ik, dan moeten honden naar mij aan het zoeken zijn, dacht ik. Oké, laatste vraag. Was er doorheen op het moment dat u die mensen in de auto dat ze u gevonden hadden?
Nou, toen ik die drie jongens dus zag, dinsdagavond, ik hoorde iets, ik denk, maar toen was het avond, ik denk, ja, dat kan ik niet dat ik nou wat hoor, maar, en toen ik altijd onder handbereik, toen ben ik gaan fluiten, of blazen, ik denk, dan horen ze me tenminste. En ja, was het weer even stil, weer fluiten, en toen hoorde ik weer een stem, en toen in één keer, want toen ben ik gaan staan, ik denk, ik moet hier iemand zien dadelijk, en toen zag ik die, een van die jongens. Ja, dan denk ik van ja, oké, nou is het goed. Ja. Hoe dankbaar bent u? Hier in Nederland zijn ook heel veel mensen geweest die naar u gezocht hebben, die geholpen hebben, in huis was een heel crisiscentrum. Hoe dankbaar bent u al die mensen die naar u geholpen hebben? Ja, dat is niet te bedanken, hè. Dat is onbeschrijfelijk. Ja, ook vanmorgen toen ik in de straat aankwam, ja, dan weet je niet wat je ziet. Dus ja, dan begin je maar te huilen van blijdschap. Ja, hierbij. Ja. Ja. Oké. Okay. Dankjewel allemaal. Als jullie nog vragen hebben, dan kan dat zo meteen, maar volgens mij is alles al beantwoord. Dankjewel voor jullie komst allemaal.